Welkom bij Blender Nederland, mijn naam is JB en in deze les ga ik een stukje laten zien over het diagonaal modelleren wat nog wel eens complex kan zijn, zoals ik dat had bij de livestream waarbij wij een gedeelte van een Star Wars speederbike hebben gemodelleerd. Ben je nou toevallig ook de speederbike van de livestream aan het modelleren, dan kan je deze stappen van de uitlaatpijpen die hier zitten vanaf de 53ste minuut tot aan 1 uur en 28ste minuut negeren en het hier in deze les volgen wat sneller en beter is. Voor de rest van de mensen kan deze les alsnog waardevol zijn mocht je zelf ooit ook diagonaal willen modelleren. Even kort voor de mensen die het gemist hebben, maar het toch een interessant onderwerp vinden. In de eerste livestream wou ik een speederbike modelleren met wat eigen toevoegingen. Zoals je kunt zien is mijn voorkant een stuk ronder. En ik wou een aantal ideeën van deze speederbike ook op mijn speederbike hebben. En een van die dingen was namelijk een stuk uitlaatpijp. Of ik denk tenminste dat het een uitlaatpijp is. Nu is het niet zo heel moeilijk om die rondjes erin te krijgen, alleen deze heeft ook een plaat die uitsteekt. En ik had gebruik gemaakt van een boolean en ik was vergeten dat een boolean niet alleen de cirkeltjes toevoegt van het object waarmee je het gat uitknipt, maar het voegt ook nog eens een paar extra puntjes bij en ik was hier veel te lang mee aan het rommelen. Daaraf vroeg ik mij af, had ik dit nou anders en beter kunnen doen? Ik heb het model eventjes schoongemaakt, zodat je precies kan zien wat ik nou doe. Allereerst wat we gaan doen is, we zetten het even op platenmodus en dan selecteren we deze twee platen hier. En dan druk ik op Griekse I, zodat we die beide platen hebben uitgeknipt. Dit zorgt ervoor dat ik loops kan toevoegen, zonder dat deze loopjes invloed hebben op het hele voertuig. Dus in dit geval Ctrl R, dan een loopje. En ik denk dat ik ongeveer dit wel mooi vind. Nu we dit hebben gedaan, willen we ook deze twee delen losknippen van het grote gedeelte. Dus ik zet hem weer op platenmodus. En dan pak ik deze twee. Druk ik op Griekse I en dan hebben we hier het model waarmee we gaan werken. Wat ik als allereerste ook ga doen, omdat ik benieuwd ben hoe groot de ringen nou moeten zijn minimaal om het netjes te laten passen, doe ik even Shift D om deze platen nogmaals te kopiëren. Dan ga ik naar het zijaanzicht en zet ik deze plaat eventjes opzij. En dan doe ik hem ook even roteren dat hij ongeveer recht staat. Iets zoals dit is prima, we hoeven dit uiteindelijk toch niet te gebruiken. Nu ga ik uit Edit Mode met Tab en wil ik een cirkel pakken. En doe die cirkel even op 8 vertices zetten. En dan vanuit het bovenaan zet ik hem ongeveer hier neer. Ga ik in Edit Mode met Tab en ga ik dit gewoon even kleiner schalen. En dan ga ik kijken van hoe kan ik dit er nou inpassen. En ik wil namelijk, zoals ik eerder had, twee grote ringen en twee kleine ringen. En ik ga het gewoon ongeveer op de ogen doen. Nou, op dit moment zijn die ringen ietsjes te groot, dus kan ik ze nu wat kleiner maken. En ik wil natuurlijk ook dat ze naar elkaar toe gaan. Dus gewoon standaard schalen. En deze zet ik dan voor nu hier neer. Ik zorg dat de afstand hier ongeveer een klein beetje is als tussen hier. Kan zijn dat ik het nog moet aanpassen. Dan selecteer ik deze ring en dan maak ik het ongeveer zoiets als dit. Het moet natuurlijk hier passen. En wat ik hier wil doen is het zo plaatsen. Ik zet X-ray even aan dat ik het ongeveer op dezelfde hoogte kan neerzetten. Dus zoiets als dit. Met Shift D dan zet ik deze naar beneden en die wil ik ongeveer op deze hoogte hebben. Dus dat is dan ongeveer hier. Het zijn echt micro-millimetertjes, of hoe je dat ook wil noemen. En wat ik nu ga doen is, ik wil de lijn aannemen die we hier hebben. Dus wat ik zou kunnen doen, ik pak ze allebei. Dan zet ik deze gewoon met het puntje daar neer. Dan pak ik deze en zet ik die ook met het puntje daar neer. En dan heb ik nu ongeveer het op een mooie lijn. En kan ik het nu gaan uitvogelen wat ik nou wil doen hier. Ik denk dat dit eigenlijk wel prima is. Nu weet ik hoe groot de ringen moeten zijn om te zorgen dat het een beetje in deze plaat past. Ik ga nu uit Edit Mode, ga ik weer in Edit Mode van deze plaat. En dan verwijder ik deze plaat, want dat was gewoon als voorbeeld. Ga ik weer terug uit Edit Mode. En nu ga ik een techniek toepassen van Snapping Tool. Ik zet X-ray ook even uit en ik zorg ervoor dat deze even wat lager geplaatst is. En nu kan het misschien zijn dat die niet helemaal 100% in één keer wil plakken hieraan. Allereerst wat we gaan doen is we gaan het magneetje aanzetten. We zetten hem op face. We willen dat hij op center staat, oftewel dat oranje puntje. En align rotation, zodat hij de rotatie van het schuine aanneemt. Druk ik op G en dan zet ik hem gewoon hierop. En dan kijk ik van het vooraanzicht even of het ongeveer goed is. En dan bedoel ik bij deze twee met die lijn. Mocht het nou zo zijn, bij jou voor wat voor reden ook, dat die andersom plakt, dan moet je even naar edit mode gaan. Dan selecteer je alles met A en dan moet je hem even op de X-lijn natuurlijk deze kant op roteren. Goed, nadat je hem er gewoon grof hebt opgezet, ga je naar het vooraanzicht met Numpad 1 en zorg je even dat je deze streepjesmodus aan hebt, waardoor je goed kan zien dat deze lijn er zit en die lijn. En dan gaan we het nu gewoon op de oog, gaan we dit gewoon plaatsen. Dus gewoon met je timmermans oog, zeggen ze wel eens. Maar ik denk dat dit ongeveer wel prima is. Nu wil ik het weer even terugzetten. En wat ik nu ga doen is, ik hou Shift ingedrukt en dan druk ik op mijn speederbike. En dan doe ik Ctrl J om dit samen te voegen. Dan gaan we in edit mode met tab. En wat we nu willen doen is platenmodus. Shift ingedrukt houden, selecteer deze twee platen. Zet je hem op streepjesmodus. Hou je Alt en Shift ingedrukt en zorg je dat je deze allemaal selecteert. En dan kun je op Shift H drukken om de rest van de boel te verbergen. En nu is het ook handig als je even uit edit mode gaan met tab. Nog een keer Shift H drukken, zodat alleen de machine blijft staan en de rest allemaal weg is. Als we dan in edit mode is het gewoon netjes opgeruimd. Nu moeten we ervoor zorgen dat we alle puntjes kunnen connecten aan de plaat. Dus allereerst wat we gaan doen is we gaan wat loopjes toevoegen. En we gaan dit loopje die hier al zit gaan we gebruiken. Dus selecteer het loopje met Alt. En dan druk je dubbel G. En als je dubbel G drukt dan krijg je zo'n lijntje. En dat lijntje zorgt ervoor dat deze loop eigenlijk gewoon op de hoek blijft van waar die plaat dus is. En dan zetten we hem even hier neer. En wat ik bedoel met hoek is deze graden hier. Wat we nu moeten doen is we moeten zorgen dat er voor elke puntje hier en hier moeten we een loopje toevoegen. Dus in dit geval doe ik Ctrl R en voeg ik hier een loopje, Ctrl R, hier een loopje. Dus heb ik van boven naar beneden heb ik ongeveer al wat gemaakt. Wat ik nu ga doen is ik ga het ook zo doen. En nu hebben die puntjes ook een lijntje. Nu moeten we het alleen van deze doen. Alleen straks moeten we ook nog een lijntje verwijderen. Want we gaan niet met een subdivision werken. Oftewel we gaan het niet helemaal 100% mooi rond maken. We houden het gewoon op een low poly model. Dus zo min mogelijk puntjes. En dan kun je triangeltjes maken. En als je subdivision wil gaan doen. Dan wordt het eigenlijk afgeraden om geen triangeltjes te doen. Omdat het er soms nog wel een beetje lelijk uit kan zien. Dus ik zet nu hier een lijntje ook voor die puntjes en voor die puntjes. Dus ongeveer dit. Dan gaan we naar puntjesmodus. En wat we willen doen is de puntjes verwijderen die in het cirkeltje zitten. Zo en dan vertices. En dan nu is het eigenlijk een kwestie van puntjes connecten. En ook een van de dingen waarom 4 af en toe lekker is, is dat je gewoon op F kan blijven drukken totdat hij het niet doet. En zo vult hij het automatisch in. Dat doet hij niet met alles. Er zijn bepaalde redenen ervoor blijkbaar. En zoals je nu ziet heb ik deze al ingevuld. Nu moet ik het zo met die doen. En het is af en toe wat werk, dat modelleren. Maar dat is hoe dat gewoon helemaal werkt af en toe. Het kost wat tijd, des te complexer het model is. Goed, nu hebben we hier een puntje die we niet nodig hebben. Dus ik druk eerst op dit puntje, dan op dit puntje. Druk op M en als laatste, dus het eerste puntje gaat naar het laatste puntje. Met die wil ik hetzelfde doen, M als last. En dit is oké wanneer je geen subdivision gebruikt. Nu moet ik eigenlijk ook deze twee puntjes hier verwijderen. Dus dan doe ik die twee puntjes, want die zaten ook hier. Dan druk ik op X en dan dissolve vertices. En nu zeg ik jou eerlijk dat ik twee puntjes of één lijn ben vergeten hier tussenin te zetten. Dat kunnen we heel simpel oplossen. Ctrl R. En dan hier gewoon meteen neerzetten. Ctrl R meteen neerzetten. En hebben we nu een lijn. Die kunnen we nu allebei pakken. Druk je op F. En dan Ctrl R. Dan zet je hier ook een lijn tussen. En stel nou dat je deze wil verplaatsen. Moet je niet G en Z doen. Want wat er dan gebeurt. Dat is hier heel goed duidelijk. Is als je dit doet. Dan gaat die zo omhoog. Dat is ja. Illusie. Wat je moet doen. Zoals ik net wil uitleggen. Dubbel G drukken. Zodat je het gele lijntje ziet. En dan kun je hem omhoog zetten. En dan zul je hier ook zien dat hij het niet verplaatst hebt. Als ik nu weer dubbel G doe. Dat is wat dubbel G nou eigenlijk doet. Goed, dan moet ik ook deze gaan invullen. Ik geloof dat ik deze allebei sowieso moet doen. Vooraan zicht. Pak ik die. Pak ik die. En zo doe je dat eigenlijk met allemaal. Oh, wat gebeurt er hier? Nog eentje. Ja. Kijk, dat werkt gewoon lekker snel tot aan dat punt. En dan nu, als ik uit R-mode ga met tab, zie je nu dat we het begin van de pijpen hier hebben gemaakt. En nu komt een beetje het gedeelte wat wel en niet ingewikkeld is. Want wanneer kun je nou wel extrude doen en wanneer nou niet. Het allereerste wat we gaan doen is, we drukken op A om alles te selecteren. En geen zorgen, hij zal niks selecteren wat hij niet ziet. Dus de rest van het model raakt hij niet aan. Dan drukken we op Numpad 3 van het zijaanzicht. En dan drukken we op 1 van Extrude. En dan zetten we het ongeveer hier neer. En nu wil ik op het raster werken, maar het lukt niet. Waarom is dat zo? Dat komt omdat die magnetische snapping tool nog aanstaat. Ik druk even op Ctrl Z om die extrude even ongedaan te maken. Want extruden is heel erg belangrijk wanneer je diagonaal werkt. Dus ik zet hem weer even terug hierop, wat ook belangrijk is. En deze zet ik ook uit. Want extruden diagonaal geeft hij automatisch jou het volle lijntje. Dus in dit geval de blauwe lijn is precies van dit af. Ik weet niet hoe ik dat eruit moet leggen, maar je begrijpt wel wat het doet. Het maakt het precies in de hoek. En wat we hier nu willen doen, aangezien dit aan de binnenkant van onze speederbike is, willen we deze randen hier al, die willen we gaan verwijderen. En vergeet ook niet die tussenpuntjes. En dan X, delete vertices. En dan hebben we nu de pijpen naar binnen gemaakt. Die gaan we niet dicht maken, want straks moeten we ook nog een binnenkant maken om de pijp dikte te geven. Nu komt het een beetje, ik zet hem even op Alt Z, dat je extruderen wat lastiger wordt. Want ik zet hem even op lasso. Dus dan kun je hier klikken en dan hartstikke idee. Als ik nu sowieso even extrude wil doen, is een slecht idee. Want nu zorg ik ervoor dat dat die geen gat in zit en dat je geen pijpen ziet. Maar je ziet dat ook dat hij de hele plaat naar buiten schaalt. En dan zou je dit weer opnieuw moeten gaan dichten. Dat is iets wat we niet willen. Wat we hier alleen maar kunnen doen. En hij pakt de binnenkant naar buiten. Dat komt omdat er al wat aan vast zit. Ik zal je straks laten zien wanneer hij dat nou niet doet. Het enige wat we hier kunnen doen is op Shift D te drukken. Dus dan maakt hij een nieuw materiaaltje. Dan drukken we op P en dan verwijderen we hem gewoon uit het object van de speederbike. En is het nu zijn eigen object. Want als ik nu even Shift H doe en ik ga in Edit Mode. En ik zorg ervoor dat Alt Z X-ray aanstaat. Dan kun je met een lassootje dit doen. En als ik nu even Extrude doe. En ik zou nu bepalen van hoe ver wil ik uiteindelijk die plaat hebben van onze speederbike. En de pijpen wel zichtbaar hebben. Dan zie je als ik X-ray uitzet dat die nu wel de plaat behoudt. Dat komt omdat er niks aan vast zit wat op deze manier uitsteekt. Als dit uit zou steken en ik zou de plaat willen extruderen, dan neemt hij alles mee zoals je eerder zag bij de speederbike. Wat hebben we dan nu wel? Nou, wat we hier kunnen doen is weer eventjes de rand verwijderen. Want die rand die hebben we al in onze speederbike zitten, dus die verwijder ik. Dan zorg ik dat ik de hele buitenrand heb, plus die puntjes hier in het midden. X, delete vertices. Pak ik uit Edit Mode met Tab en doe ik even Alt H om alles terug te halen. Dan zie je nu dat we de pijpen eruit hebben, plus een beginnetje van onze plaat die eraan vast zit. Wat we nu gaan doen is, we gaan deze even toevoegen aan onze speederbike. Dus eerst deze selecteren, dan die. Dan Ctrl J, kunnen we in edit mode. Je wil niet alles altijd selecteren met A. Je wil Alt Z doen, want er zijn sommige dingen die je gewoon niet samen wil smelten. En dan moet je gewoon alleen even de gedeelten selecteren, waarvan je even op M wil drukken en dan Merge by Distance. En dan smelt hij de ringen die hier zitten samen aan elkaar. Wat we nu moeten doen is eigenlijk weer hetzelfde verhaal als wat we net gedaan hebben. Dus zijaanzicht, X-ray aanzetten. Met een lasso pak je deze hele plaat. Shift D. Escape drukken, dan P en dan even apart object maken. Nu, omdat die pijpen er niet aan vastzitten, kunnen we van de zijaanzicht naar Edit Mode gaan. Drukken we A om alles te selecteren. En kunnen we nu dat plaatwerk eraan vastmaken, zonder dat we zorgen hoeven te maken dat de plaat hier aan de binnenkant verdwijnt. En op deze manier kan ik dit weer toevoegen aan onze speederbike. Ctrl J. In Edit Mode gaan met Tab. X-ray even aanzetten. Grove lassootje maken. M. Merge by Distance. En op deze manier heb ik in feite hetzelfde al gedaan als wat ik eerder hier had gedaan. Wat op dit moment niet goed staat. Ik had hem even aan de kant gezet. Zo. Het kostte mij 30 plus minuten om hiermee rond te klooien op de manier met een boolean. Terwijl ik het hier nu eigenlijk in 15 minuten al heb gedaan. Minus de uitleg. Dus het enige wat we hier nog hoeven te doen is, we gaan even de ringen selecteren. Dus Alt en Shift ingedrukt houden en alle ringen selecteren. Dan ook deze ringen selecteren. Met die daar. Dan veranderen we eerst het punt waar hij naar me toe moet schalen. Want als ik nu even een extrude doe en ik schaal hem naar binnen, dan gaat alles ook naar binnen toe. Dat willen we niet. Dus eigen origin points. Even extrude, S van schaal. En ik kan het nu naar binnen doen. Oftewel, hij blijft gewoon netjes plat. En nu is het slechts een kwestie van alles even dichtmaken. Dan pak ik die vier puntjes en die. Druk ik 1 keer op F. Dan pak ik die puntjes en hou ik F ingedrukt. En dan doet hij de rest automatisch. Dan doen we dat ook met die. Dan die, F. En zo op deze manier is het veel gemakkelijker en veel sneller. Ja, je moet misschien een stapje of twee uitvoeren. Alleen, ja, wat ik eerder in livestream heb gedaan, dat waren veel meer stappen. Het ziet er rommeliger uit. Heb je nou vragen, verzoeken of wil je gewoon jouw kunstwerk laten zien? Kom dan naar mijn Discord. Je kan een link vinden in de beschrijving van deze video. Heeft deze video jou geholpen? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken.